Oké, nou ik vind dit gebied persoonlijk nog wat te warrig ten opzichte van het voorbeeld. Het is wat donkerder en er zijn wat duidelijke rotsen zichtbaar. Misschien moet ik hem ook iets dichterbij houden. Dus ik moet een beetje weer wat rotsen erbij gaan schilderen. Waar het water overheen stroomt en dat is sowieso dus de volgorde. Hier zo is het trappetje. Kijk maar. Dit kan een beetje. Moet er natuurlijk niet blauw zijn. Weg. Dan kan dat daar overheen. Zo meteen. Kijk, nu krijg je dat trappetje zo naar beneden toe. Met heel duidelijk hier een afdaling naar beneden. En ook heel duidelijk dat het een rots is. En hier zit ook nog eens een heel duidelijke rots in het water. Je kunt zelfs een beetje zorgen voor. Wat licht donker in de rots. Dus dat ga ik toch een beetje doen. Dus het licht komt van die kant. Dus dan maak je deze kant van de. Het gebeurt ietsjes lichter. Wat mij betreft voor de voorkant nu al wat interessanter. Om naar te kijken. En hou een beetje rekening met ook het inspringen. Dus dat het niet echt van die rechte stukken worden. Dat het echt een beetje dynamisch, nou, mooi spannend qua vorm ook is. Zo tussendoor. Ietsjes weer richting iets wat lichter. Een beetje blauwgrijzig. Met dit opspattende stukje. Duidelijker naar voren kan komen. Ja, en op een gegeven moment moet je ook ophouden natuurlijk. En voor je het weet is dit veel te veel precies het, de foto naschilderen. En dan wordt het weer zo gekunsteld. Mag ook wel een impressie blijven. Nou, dit is even wat nu betreft het donkere. Nu hier het water een heel klein beetje boven die rotsen. Individueel blijft het een beetje op zitten. En gaat het een heel klein beetje daar weer overheen. Rots in. Hier blijft het een beetje erin hangen, zo lijkt het.
name die contrasten gewoon. Het licht donker. Zoals hier even het donkere hierachter. En dan dat witte, dat lichte gedeelte in ieder geval, er even heel hard tegen aan te zetten. Kramp in handen van het boek. Ja, dan heb je natuurlijk ook nog overal sputtertjes en dat soort zaken. Nou. Inderdaad, er spettert op sommige plekken echt lekker op. Ook niet heel raar die beslissing om hem weer even op afstand te zetten. Zijn eigen uiteindelijk interpretatie. Volgens mij is die wel wat sterker. Maar goed, je kunt dus nog een hele tijd heen en weer corrigeren, zeg maar. En de spulletjes. Verf een beetje yoghurt dik te maken en dan de kwast naar achteren trekken omdat de punten waar je dan die spettetjes ziet een beetje proberen mee te laten lopen met de energie van de rivier. Hier spet het ook al. Pas er mee op, want het moet ook weer niet een te veel drukje worden dat je het overal doet. Dit is toch weer zo'n hele dikke klodder. Kan wel. Nou, en als het op een gegeven moment genoeg stroomt voor je, nou ja, dan is die ready. Kan nog meer blauw in, kan nog enzovoort. Dus ja, je kunt er nog wel een uur mee bezig zijn om helemaal naar je zin te maken. Toch deze rotspartij ook ietsje duidelijker voorlangs.
van mij beter. Nou, dit was hem dan eerst maar eventjes weer. Deze.